Don't try this at home, please. Yo, kijk van Beer Movie, we hebben deze nieuwe aflevering van Bord van Beer Movie. En vandaag ga ik een compilatie maken. En ik heb eigenlijk al een tijdje dit op de planning gezet. Namelijk een slow motion beelden. Ik hoop dat het een beetje gaat lukken. Jullie gaan het nu direct zien. Ik kon zo snel geen ballonnen vinden, dus ik doe het maar met waterballonnetjes. Ik hoop dat dat ook gaat werken. Het zal waarschijnlijk een kleiner effect zijn, maar niet zoals... Dit was de compilatie voor deze keer voor het Bord van Beer Movie. Wil jij nou vaker slow motion zien, slow mo beelden? Laat het zeker weten hieronder in de reacties achter, dan kan ik daar rekening mee houden. Ik ben van plan om het wel vaker te doen, omdat ik het gewoon heel erg vet vind. Ook wil ik even zeggen dat ik ben nou bezig met het editen. Het kan zijn dat er dus ja, bepaalde dingen gewoon nog veel te snel gaan. Maar het is gewoon eventjes om te experimenteren hoe snel kan, ja, hoeveel FPS en hoeveel... Vloeiend kan het zijn en is het nogal zichtbaar, dat soort dingen. Dan ben ik allemaal nog een beetje aan het uittesten. Ik heb een klein lijstje, maar die kan altijd nog worden aangevuld met de slow motion dingen die ik wil laten zien. Weet jij daar nog eentje van? Laat het zeker weten hieronder in de reacties achter. Want ik ga echt zeker weten mee aan de slag, want ik vind het echt heel erg vet om met slow motion aan de gang te gaan. Maar wij gaan snel verder met het Bord van Beer Movie. En zijn we aangekomen bij Bord van Beer Movie zelf en de getallen die we vandaag binnen hebben gekregen. Vandaag. Je snapt mijn bedoeling, bij de vorige aflevering. En die komen uiteindelijk uit op een getal van 10. En wij gaan snel verder met het dobbelen. Als het wij dan gaan dobbelen, komen wij uit op een getal. Dat was wel heel erg scheef. Ik doe hem nog een keer. Op 1. En ik denk dat dat dan het simpelste rekenspelletje ooit wordt. Namelijk 10 gedeeld door 1 is volgens mij wel eens 10. En wij staan op dit moment op de compilatie van de tweede rij. En dan gaan we snel verder naar... En dan wordt dan geen Photoshop challenge of zoiets. Maar het wordt ook die challenge accepted. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Challenge accepted. Oftewel... Laat zeker weten hieronder in de reacties een challenge achter. Laat ook even nog achter welke dingen dat jij graag wil zien in slow motion. Misschien doe ik daar per 2 weken 1 aflevering. Per 4 weken wordt het dan, want je hebt je review op vrijdag
of een slow motion. Ik ben heel erg benieuwd wat dat jullie ervan vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. In ieder geval tot dan en hou. Doei. Die was geef.